Geen gedwongen ontslagen, maar herplaatsing in andere ziekenhuizen. Dat is de reactie van de verpleegkundige vakbond Nu 91 op de saneringsplannen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Het ziekenhuis in Spijkenisse kampt met een miljoenentekort dat nog verder is opgelopen door de gedwongen sluiting van de afdeling cardiologie. Nu 91 vindt het vreemd en onverstandig dat er tot nu toe geen enkel contact gezocht is met de vakbond. In 2011 was het tekort van het ziekenhuis in Spijkenisse al opgelopen tot 5 miljoen euro. En toen moest de ellende rond cardiologie nog beginnen. De vakbond Nu 91 moest net als de rest van de wereld via krant, radio en tv vernemen dat er mogelijk gedwongen ontslagen gaan vallen. Ik denk dat alles met heel veel geheimzinnigheid wordt besproken nu. Wat wij wel weten is dat er begin volgend jaar, dat is volgende week al, gesprekken plaatsvinden over wat er nou precies gaat gebeuren. Voor de vakbond is duidelijk dat het verpleegkundig personeel niet de dupe mag worden van de ellende. Zeker nu besloten is dat het ziekenhuis niet verder gaat als zelfstandige instelling, maar samen gaat met Maastad, Icasia en Van Weel Bethesda. Er is een groot arbeidsmarktprobleem in de verpleegkundige sector. Ik heb begrepen dat er een reddingsoperatie van 3 andere ziekenhuizen in de regio komt. Het lijkt mij sterk dat er dus niet van werk naar werk begeleid kan worden. Maar wij zullen in elk geval als eerste proberen dat er geen gedwongen ontslagen vallen. De vakbond Nu 91 wil zo snel mogelijk om de tafel met de directie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Inwoners van Capelle aan den IJssel die het niet zo breed hebben, konden dit weekend met hun kinderen aanschuiven voor een kerstbrunch. In het IJsselcollege had de stichting Alles is Liefde tientallen Capellenaren uitgenodigd voor een buffet, muziek en natuurlijk kerstcadeautjes. Veel cadeautjes voor de kinderen. Een echt kerstmaal. Allemaal om even te vergeten dat het dagelijks leven niet altijd even makkelijk is. Dit initiatief van Stichting Alles is Liefde is voor velen dan ook een geschenk uit de hemel. Ja, geweldig. Ik had dat echt nodig. Hele moeilijke maanden gehad. En nu kom ik weer een beetje bij. Ja, ik ben nog geen mensen. Dus. Het is een moeilijke tijd, die tijd voor kerst, als je niet zoveel geld hebt. Ja, heel moeilijk. Ja. Ja. De meeste ouders zijn de initiatiefnemers dan ook erg dankbaar dat dit wordt georganiseerd. Toen dat we het hoorden, dan hadden we zoiets van, zouden we er naartoe gaan? Van, dat is toch een bepaalde stempel dat je opgedrukt krijgt. Maar de sfeer is hier zo leuk. Dan, je voelt eigenlijk niet van, dat je in zo'n moeilijke situatie zit. En het is echt prachtig wat ze gedaan hebben. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb een traploper gekregen, een cadeaubon, Dobido en een masker. Opmerkelijk genoeg wilde de gemeente Capelle aan de IJssel niet meewerken aan dit initiatief. Daarentegen het bedrijfs- en verenigingsleven wel. Het is gewoon een overvloed aan giften. Omdat een heleboel mensen zoiets hadden, we willen deze mensen gewoon een steun in de rug geven. We staan er niet alleen voor, we zijn er met z'n allen voor elkaar. En de stichting Alles is Liefde wil dit vaker gaan organiseren en hoopt dat de gemeente dan wel mee wil werken. Feyenoord heeft vanmiddag de eerste helft van het voetbalseizoen afgesloten met een 2-1 overwinning op FC Groningen. Graziano Pelle scoorde beide doelpunten voor de Rotterdammers. En bij de Kuip staat verslaggever Sinclair Bisschop. Sinclair, Feyenoord wint dus, maar het ging wat moeizaam.
Het ging heel erg moeizaam. Over geluk heeft Feyenoord deze week absoluut niet te klagen. Vorige week tegen ADO Den Haag viel het beslissende doelpunt in een slechte wedstrijd laat. Nou, afgelopen woensdag ging Feyenoord na strafschoppen door tegen Heerenveen. En vandaag wist Feyenoord in de slotminuten pas de 2-1 te scoren in een draak van een wedstrijd. Een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. En we moeten zelfs eerlijk zijn, Groningen had op de stand van 1-1 een levensgrote kans om het duel te beslissen. Maar uiteindelijk, nou, ik zeg het al, de geluksfactor, daar had Feyenoord geen last van. Want Graziano Pelle met 2 treffers zorgt ervoor dat Feyenoord in ieder geval in het jaar 2012 geen thuisduel weet te verliezen. Feyenoord wint dus vandaag met 2-1. Maar Sinclair, ondanks de moeizame overwinning zal iedereen binnen Feyenoord toch wel heel erg tevreden zijn met de eerste helft van het seizoen. Ja, want Feyenoord is door de overwinning over Vitesse heen gegaan. Staat dus op een 4e plaats. En heeft zelfs nu evenveel punten als Ajax. Want Ajax speelde vandaag met 0-0 gelijk bij FC Utrecht. En als we weten dat na de winterstop Ajax-Feyenoord op het programma staat, kunnen er toch nog wel hele mooie weken straks na de winterstop gaan worden. Want ook Twente komt dan al snel naar de Kuip. Ja, Feyenoord blijft dus titelkandidaat, staat slechts op 3 punten op achterstand van PSV. Maar eerst gaan ze hier in Rotterdam eventjes aan de kalkoen. Dan een trainingskamp in Marbella. En 20 januari, dan moet Feyenoord weer staan in die uitwedstrijd in Amsterdam bij Ajax. Dankjewel, Sinclair. En over kalkoen gesproken, een kerstmanneninvasie in Gorinchem. Zaterdagochtend werd daar de jaarlijkse Santa Run gehouden. Jong en oud verscheen in kerstmannenpak aan de start om 3 kilometer te rennen met kerstmuts en plakbaard voor het goede doel. Je vraagt je af of het nog nodig is een warming-up als je zo'n warm pak aan hebt. Maar de kerstmannen en vrouwen en honden in Gorinchem nemen het zekere voor het onzekere. Gaat het wel goed rennen met zo'n baard? Ja hoor. Ja? Die goed vastgeplakt? Ja. 3, 2, 1. Zo, het tempo zit er meteen lekker in. Alhoewel... Het is toch een Santa Run? Santa loop. Veel te vroeg om te rennen. Nee, veel te vroeg om te rennen. De opbrengst van de Santa Run is dit jaar voor de Guusje Nederhorst Foundation, die het gebruikt om kinderen in opvangcentra te helpen, en voor het Gorinchemse Beatrix Ziekenhuis. Wij gaan straks aan allebei de organisaties 10.000 euro geven, dus in totaal 20.000 euro. Ja, en dat is dus van kerstmannen die zich laten sponsoren om deze loop te doen. Het zijn dus enerzijds hebben we de inkomsten vanuit de kerstmannen die een pak kopen. En anderzijds hebben we inkomsten vanuit grote sponsoren die ons een bedrag geven om zoveel geld bij elkaar te krijgen. Maar eerst moet er nog gerend worden, of nou ja, gelopen in ieder geval. Bij de Santa Run gaat het duidelijk niet om wie het hardst kan rennen. Het gaat maar om één ding. Het goede doel. Oh. En iedereen die zich daarvoor inzet, verdient een medaille. Zelfs als je nog niet eens kan lopen. Over ruim een maand begint in Rotterdam de 42e editie van het Internationaal Filmfestival. Het programma wordt half januari bekendgemaakt, maar nu al is zeker dat tijdens het festival een documentaire over Lee Towers in première gaat. De film is gemaakt door Hans Heijnen. The days are short. I'm in the autumn. Lee Towers, de Voice of Rotterdam, volgt de zanger rondom het concert dat hij in 2011 in Ahoy gaf na een afwezigheid van 11 jaar. Hans Heijnen maakte de documentaire omdat hij geboeid raakte door het fenomeen Lee Towers. Hij heeft zichzelf een beetje gemaakt, hè? Ik bedoel, hij is in zekere zin toch ook een autodidact. Hij is wereldberoemd in Nederland, zeg maar, met alleen maar coversnummers. Niet echt een eigen nummer. Je kan zeggen, You Never Walk Alone is een eigen nummer. Ja, toch ook wel niet, hè? Dat is van Gary and the Pacemakers en dat is natuurlijk een traditional. Iedereen heeft het ongeveer gezongen. Hij is zijn eigen manager, hij doet zijn eigen... Dus ook qua zakelijk gezien, ik bedoel, hij verenigt veel. Ik vond hem gewoon heel interessant, ook omdat hij op de een of andere manier nog heel dicht bij mensen staat. Hij is zeer benaderbaar. Ik had vroeger een scheiding in mijn hart. En toen hebben we gewoon besloten om... Dus even een andere koep uit te proberen. Die heb ik. Deze heb ik dus vanaf 87. Lee Towers, of Leen Huizer, zoals hij echt heet, staat al jaren in de schijnwerpers. Er is maar weinig dat we niet van hem weten. Maar dat is voor Heijnen geen probleem. Want in zijn film laat hij meer zien dan alleen de glitter en glamour aan de buitenkant. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat hij ook persoonlijke drama's in zijn leven heeft. Hè. Hij was bij die brand natuurlijk in Antwerpen. En ook dat komt aan de orde. Maar ik denk dat niemand weet hoeveel invloed dat ook echt op hem gehad heeft.
Volgens Heijnen was de zingende kraammachinist tijdens de viewing van de film enthousiast en geroerd. Maar er waren ook scènes die hij liever niet in de film had gehad. In de film zie je een groot contrast tussen de highlights, het Ahoy optreden, de grote glamour, het succes. En aan de andere kant de kleinere optredens in het land. Die kleinere optredens, ja, daar kun je natuurlijk, elke artiest maakt dat mee. Maar de optredens tussen de schuifdeuren, zeg maar. Ik had het gevoel dat hij dat soms te lang vond duren. Dat je dat wel pijnlijk vond misschien. Maar ja, hij is wel heel ver. Hij begrijpt ook wel dat om een geloofwaardige film neer te zetten, mogen er ook wel scènes in waar hij zelf niet helemaal happy mee is. The Voice of Rotterdam gaat 27 januari in première in het Oude Luxor. Natuurlijk onder muzikale begeleiding van Lee Towers. Ja, en Rijnmond Nieuws is ook voorbij. Meer nieuws kunt u vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een fijne dag verder.